Dit is de Friday Move voor vrijdag 6 augustus. Live vanuit Scheveningen bij het Team NL Olympic Festival. Maarten van der Weijden, als ik zeg het Kurhaus. Wat denk je dan aan? Een luxe hotel. Ja, nou, dat is ja, het toch? Ja, ja. Dat is het wel. Check. Heb je er ooit geslapen? Nee. Nee. Nee, wel jammer. Ja, ja. We zitten nu tegenover de general manager van het Kurhaus. Er is nog kamervrij vanavond voor Maarten. Zeker weten. Nou, hier is dat geregeld, Maarten. Ja. Want aangeschoven is Roxana Taivar, general manager van het Grand Hotel Amrad Kurhaus. Moet ik officieel zeggen, van harte welkom. Ja, klopt. Lopend gekomen, denk ik. Het is een beetje om de hoek, hè? Het is een klein beetje om de hoek, maar er was veel wind. Ja. Dus toch maar met de auto? Dus toch maar met de auto. Ik snap het ook wel weer. Ja. Je bent een jaar nu bijna de baas. Klopt. 3 jaar geleden was je nog receptionist. Klopt. Hyper ambitieus ben je dan. Nou hè? Ja. Zeggen ze toch. Wat is er gebeurd? Nou, ik heb daarvoor natuurlijk wel veel ervaring gehad in de hotellerie. Hier begonnen als bij de receptie. En ik wilde steeds meer en meer en meer en heel veel aankloppen. En gelukkig ook de kans gekregen om steeds hoger op te komen. Dus een aantal functies als managers vervuld. En nu bijna een jaar directeur. Ja, ja. Wat een mooie functie. Daar moet je ook iets voor kunnen, naast ambitieus zijn. Wat maakt dat je geschikt bent voor die baan? Dat is altijd lastig om over jezelf te zeggen. Ja, dat is het zeker. Ik denk dat ik heel goed uit de ogen van de gast kan kijken, omdat ik heel veel op de operatie ook heb gewerkt op de verschillende functies. En zo ook precies weet wat de medewerkers graag willen. Mm-hmm. En dan die combinatie bij elkaar, denk ik dat mij op de functie heeft gebracht. En werkt het dan specifiek in het Kurhaus omdat je in het DNA van dat hotel zit, of kan je overal straks aan de slag? Ik kan overal aan de slag, maar ik blijf heerlijk bij Amrad Kurhaus. Ja, want? Ja, Kurhaus is natuurlijk wel het bekendste hotel van Nederland. Ik denk dat ik dat wel mag zeggen. Het bekendste zeker. Als je aan Kurhaus denkt, denk je inderdaad aan luxe. Maar heel veel gasten willen een onvergetelijk verblijf daar. Een bed, een douche en een bad biedt nu bijna elk hotel. Dus waarom zou je naar het Kurhaus komen? Voor de allure, voor de unieke locatie die we hebben. Mm-hmm. Ja, en dus dat bieden jullie dus en dat wil je nog verbeteren ook? Zag ik. Want die ambitie heb je dan natuurlijk altijd ook. Ja, ik denk dat er altijd te verbeteren valt. Wat moet er nog beter bij het Kurhaus? Persoonlijke service. Echt het persoonlijke. Vanochtend hebben we de VIP-lijst doorgenomen. En dan zien we dat heel veel gasten echt wel voor een speciale gelegenheid naar het Kurhaus komen. Hoor je dat, Maarten? Echt. VIP-list. Ja, daar staat Maarten van der Weijden vanaf nu op. De kleine dingen als een handgeschreven kaart, chocolaatjes, een fruitje, een champagne op de kamer. Dat zorgt ervoor dat ze het niet meer vergeten. Oké. Nou, hoe vind je het klinken, Maarten? Ja, prima toch? Ja. Ja. Ja, is er dan ook, want er komt dan nog meer service. Is die service er altijd dan bij? Of hebben jullie ook een soort van VIP-pakketten of zo? Ja, nu wil je het ook echt weten, nu die vanavond voor jullie komt slapen. VIP-pakketten zijn er inderdaad. Maar het gaat dan echt om die persoonlijke service. Het gaat erom dat je binnenkomt, dat de deur van de auto voor je open wordt gedaan. Dat er met de bagage meegelopen wordt naar boven. Dat de kamer volledig uitgelegd wordt, wat er allemaal in zit. En dan zie je de handgeschreven kaart. En dan zie je de chocolaatjes. En dat is natuurlijk de touch. Ja. Maar het Kurhaus had natuurlijk moeilijke jaren. Failliet geweest, bijna failliet. Nee, failliet geweest ook echt, hè? Ja, 2014 is het overgenomen van de Steigerberger door Amrad. Ja, dus toen is er een doorstart gekomen. Dan ga je weer een beetje opbouwen als hotel zijn. Dat was jouw voorganger natuurlijk. En dan klapt corona eroverheen. Dus ze wisten ellende, met hoofdletters. Vertel. Ja. Wij hebben er gelukkig nog de dinershows er doorheen gehaald. Wij konden gelukkig al onze gasten van eten voorzien. En wij hebben gekozen om niet muziek via een box te laten uitzenden, maar echt live muziek. Dus we hadden ook Nederlandse gasten bij ons. En zo hebben wij heel veel dinershows gepresenteerd in het Kurhaus. We hebben het beste ervan gemaakt. Maar waarom was het ellende met hoofdletters? Nou, omdat je alles moest aanpassen. Je restaurant was 50% bezetting. Je kamers waren niet meer zo volle bezetting als dat was. En je merkte ook dat na een persconferentie dat het ineens de percentage echt lager ging. Mm-hmm. Maar de gasten die we hadden, die hebben we dan echt wel in de watten gelegd. Ja. Om het toch, er waren er niet zoveel, zo makkelijk te doen ook. Makkelijk is het nooit. Maar de extra service hebben we dan wel verleend toen de tijd. En we hebben natuurlijk heel veel kwasten gepakt. We zijn volledig met het volledige team aan de slag gegaan om een volledig jaar toch wel goed bezig te houden. Ja, want je zit hier aan zee, dus het roest onder je kont weg, dat hotel, of niet? Ja, zand, zeewater en wind zijn niet mijn beste vrienden momenteel. Nee, we hebben lekkere plek uitgekozen voor het hotel. Maar het uitzicht maakt het goed. Ja, maar hoe erg is het? Ja, hoe erg is het? Als je het bijhoudt, is het niet erg. Maar als het heel lang blijft, dan zie je wel het verschil wel. Ja. Nog even over jou persoonlijk. Want het feit dat je binnen 3 jaar van receptionist tot general manager gaat, geeft al aan dat je een doorzetter bent. Dat blijkt ook uit je levensverhaal. Je kwam op je 7e vanuit Iran met je ouders naar
Nederland. Klopt toch, ja, of niet? Klopt. Waar vluchten ze voor? Iran. Waar vluchten ze voor? Voor een betere toekomst voor de kinderen. Mm-hmm. 1993 zijn wij verhuisd. En samen met mijn broer en mijn ouders. En toen, vanaf toen is het begonnen. Groep 5 binnengestroomd. En, sprak geen woord Nederlands, word je in zo'n klas gezet? Geen woord van Nederlands. Ja, en toen, ik weet nog dat ik de tafel moest oplezen. En dat ik alle antwoorden in het Iraans gaf in plaats van Nederlands. Kon ze ook niet controleren of het goed nee, was. Nee, dat is waar. Ja. En een voordeel was dat mijn ouders mijn huiswerk niet konden controleren. Ook een voordeel. Maar ja, een nadeel was ook dat je echt heel hard moest werken voor je cijfer. Ja, ja. Nou, niet alleen voor je cijfer, überhaupt om gewoon dan je je thuis te kunnen voelen, kan ik me voorstellen. Ja, nou, ik maak heel snel vrienden, dus dat maakt het wel wat maakt het beter. Maar ja, we hadden geen internet toen. Tenminste, internet was toen niet echt zoals het nu is. Mm-hmm. Dus wij moesten elk woord ook in een brief moesten met een woordenboek opzoeken. Ja, wat deden je ouders? Mijn ouders in Iran, mijn moeder was kapster en mijn vader had een stoffenwinkel. Okay, en hoe beviel het ze hier? Want jij ging dan naar school, dan ben je een nieuwe toekomst aan het opbouwen en zij hebben die verantwoordelijkheid voor hun gezin. Nou, het doorzetten komt ergens vandaan en zo zijn mijn ouders ook. Dus die hebben echt ook volledig Nederlands geleerd. Ook heel veel verschillende scholen hebben ze afgerond, heel veel diploma's gehaald. En zo, ja, zo zijn we geïntegreerd. Je zegt doorzetten komt ergens vandaan, zeg je ook het doorzetten nu komt uit die naam. Aardere tijd van vroeger? Ik denk dat het één in genen moet zitten. Maar wij hebben wel echt vanaf kind af aan doorgekregen. Niet opgeven en vallen. Het betekent gewoon opstaan en harder lopen. Zodat je niet nog een keer valt. Dat is wel echt nou, bij ons. Moet jou aanstaan, Maarten. Ja, ja, zeker. En die Olympische verhalen waar we het even over hadden. We zien het natuurlijk ook heel vaak. Hè, dat vanuit vroeger iets gebeurt. En daar een soort van daadkracht ontstaat. Mm-hmm. Die zie ik zeker. Ja. Ja, en dat de motor kan zijn ook. Absoluut, ja. Absoluut. Hebben je ouders eigenlijk al ooit in het koerhuis geslapen? Mijn moeder wel, mijn vader nog niet. Oké, okay. Die moet wel een VIP package krijgen dan toch? Alle gasten zijn VIP. Oh, alle gasten zijn. Punt. Ja. En wat vond je moeder ervan? Ja, fantastisch. Als je binnenkomt, dan zie je natuurlijk de grote koerzaal. De grandeur is ook echt in de grote middenzaal bij ons. En toen hadden ze wel echt een trots moment toen ze naar boven keken. Ja, wat zei ze? Ik kan niet geloven dat mijn kleine meisje hier de baas is. Het goed. Dan kon je het zelf geloven. Want misschien is dat nog wel een moment niet. Nee. Dat je dan realiseert ook. Nee, nog steeds niet. Ik ben ook nog steeds op de vloer volledig aanwezig. Ik zit niet op kantoor heel veel. Ik pak mijn laptop en ik zit in het restaurant. En ik ben nog steeds kamers aan het controleren. Ik heb nog steeds hele goede gesprekken met personeel. Dus ik probeer wel toch nog mezelf te blijven. Mm-hmm. Maar hoe krijg je je tijd gemanaged? Want als je zoveel op de werkvloer zit, kan ik me voorstellen dat zeg maar de overal dingen er een beetje bij in kunnen schieten. Dat klopt. Ik heb op alle afdelingen hebben we ook een manager. Dus dat maakt het voor mij wel makkelijker om te delegeren. Ik heb echt een controlefunctie. Dus ik controleer heel veel of dingen wel gedaan zijn of niet gedaan zijn. Ja, dus ze zitten te sidderen. Daar zitten ze weer op de werkvloer. Ze zitten ons in de gaten te houden hier. Sommigen wel. Ja, lopen ze net wat harder als jij daar gaat zitten. Sommigen wel, ja. Ja, ja. En die ambitie die je dus hebt, die blijkt uit je levensverhaal, uit je carrière. Dan ben je nu 35, directeur Courhaus. Welk internationaal hotel, waar droom je van? Wat is nou, zeg maar, de bucketlist? Bucketlist is toch directeur worden van meerdere hotels tegelijk. Oh, dat kan ook. Dat kan zeker. Ja, dat wist ik niet, ja. En heb je kan toch ook niet directeur van meerdere voetbalclubs zijn? Daar heb ik heel weinig verstand van de voetbal. Oh. Maar ik weet wel dat je directeur van meerdere hotels kan worden. Ja. Zeker. En komt er dan een hotel naast het Courhaus waar jij dan verantwoordelijk voor bent? Of wil je dat van keten? Keten. Okay. Ketenbreed, ja. Nou, volop doelen en dromen. Ja. Ja. Wil jij zeezicht vandaag of wil je liever aan de achterkant zitten van het hotel? Voor de zeezicht, rug? Absoluut achter. Ja? Ja. Zeker weten. Ja. Kan nog wel, toch? Als je zit, dan moet je zeezicht zitten. Zeezicht. Nou, dat is hierbij geregeld dan. Check. Hoeveel moet hij betalen dan, normaal, voor een kamer zeezicht? Ik denk dat hij voor vandaag op 260 zit. Dan kan je wel leiden, die van de weide. Dat komt wel goed. Hij krijgt ook vorstelijk betaald voor deze klus vandaag, toch? Nou, als jij daar een soort van cirkeltje van maakt, dan komt het goed, ja. Okay. Ja. Nou, volgens mij zijn we hier een deal aan het maken. Dank. Graag gedaan. Roxana Taifar, general manager van het Grand Hotel Amrad Courhaus. Dank.